Als je inlogt in Windows 8, dan gaat hij gelijk, zoals je ziet, naar het startmenu toe. Maar soms wil je dat niet. Soms wil je gelijk naar het bureaublad toe gaan als je inlogt. En dat kun je instellen in Windows 8.1. Dan kun je automatisch meteen naar het bureaublad. En ik zal even laten zien hoe je dat doet. Je klikt met de rechtermuisknop op een lege plek op de taakbalk. Het maakt niet uit waar. En dan kies je voor eigenschappen. En dan in het tabblad navigatie. Dan zie je een optie bij startscherm. Wanneer ik mij aanmeld of alle apps op het scherm sluit, naar het bureaublad gaan in plaats van naar start. En als je die optie dan aanvinkt en je klikt op toepassen. Als je vervolgens de volgende keer dus aanmeldt bij Windows, dan zal Windows, zoals je ziet, gelijk op het bureaublad starten en niet in het startmenu. Dit kan dus heel erg handig zijn als je geen touchscreen hebt of je wil liever met de oude Windows werken en niet dus met dit nieuwe startmenu. Vond je deze videobyte handig? Deel hem dan met al je vrienden, like ons op Facebook en volg ons via Twitter.